actie. En weer terug bij de livestream. Ja, geef Nederland kunst en cultuur. Kunst en cultuur zou zelf heel graag aan de gang zijn. Maar dat wordt enorm moeilijk gemaakt op het ogenblik. Doordat al die theaters nog dicht zijn. Of maar half open. Of maar voor 1/5 open. Want die anderhalve meter samenleving, afijn. Hier voeren wij actie voor begrip daarvoor, maar ook om inspiratie op te doen hoe we verder moeten. En ook om ook de politiek te van overtuigen hoe belangrijk kunst en cultuur is. En een van die mensen die dat nu gaat doen is Buddy Vedder, acteur, maar ook zanger. Ja, als ik jou vraag, wat ben je, acteur, zanger, zeg je dan? Nou, ik noem mezelf altijd entertainer eigenlijk. Ja, want je bent ook presentator. Ja, ja, ik... Entertainer. Oké, okay, ja. Ik maak er entertainer van. Ja, top. Of ja. Misschien in deze tijden wel cultureel ondernemer. Ja, ik wil me eigenlijk niet beperken tot één ding. Ik vind veel te veel leuk, dus dat wil ik allemaal ook gewoon lekker doen. Ja, nee, dat begrijp ik wel. Maar gewoon lekker doen is in deze tijd een beetje lastig. Nee, geloof ik. Inderdaad. Want, bijvoorbeeld, om je even niet op cultureel een ondernemerschap, maar vooral op je acteur en entertainerschap aan te spreken. Je zou met een band, met je band, ja, zou je een theatertour gaan doen? Zeker, ja. Ik zou op dit moment in de openluchttheaters spelen. Wat we, ja, met dit soort weer natuurlijk heerlijk is. Nou. We zouden de Legends We've Lost eren. Denk aan David Bowie, Prince, George Michael en Glenn Frey, een van mijn helden van de Eagles. Die zouden we eren. Ik zou een songfestival theatertour gedaan hebben. Een songfestival theatertour? Ja, met alle Nederlandse songfestivalhits onder andere. Maar natuurlijk zouden we ook ABBA gezongen hebben. Maar dat gaat allemaal, is allemaal niet meer doorgaan en gaat ook niet door. Ik zou ook nog in augustus starten met de musical die tot mei 21 zou lopen. En ook dat is helaas niet meer. En is die afgelast of uitgesteld? Afgelast. Voor zover, ja, dus die komt ook helemaal niet meer. Nou ja, dat is allemaal afhankelijk van wat er de komende tijd gaat gebeuren. Ja. Want het bedrijf wat dat zou produceren, die moet nu ineens een productie met 30 man in dienst, onstage, dan heb ik het ineens over offstage, rendabel maken voor 100 mensen publiek. Ja. En dat is haast onmogelijk. Sterker nog, dat is onmogelijk. En dan, maar dan komen we dus bij het cultureel ondernemerschap. Jij bent dus een cultureel ondernemer. Je had al deze dingen in het vooruitzicht. En cultureel ondernemerschap is nu helemaal niet meer mogelijk? Of? Nou, ik denk wel dat het mogelijk is. Maar ik zal je eerlijk bekennen dat ik de eerste... Ik kreeg deze berichten in een week te horen. Ja. Nou, dat was geen leuke week. En dat was de maanden maart en april waren geen leuke maanden. En eigenlijk nog steeds niet. Alleen... Nu is er wel een soort vuur teruggekomen om te kijken, oké, nou ja, we kunnen straks 100 mensen spelen, maar wat betekent dat dan? Alleen in alle eerlijkheid betekent dat ik culturele compromissen moet gaan sluiten, of creatieve compromissen moet gaan sluiten. En wat betekent dat? Nou, dat betekent dat als ik een voorstelling rendabel wil maken voor 100 man, dat ik niet met een voltallige band kan spelen. Want nee. dat lukt gewoon niet. Dus die gooi je eruit? De drummer, de gitarist? Ik moet ze nog bellen. Nee. Maar daar zoek je oplossingen voor. Maar in alle eerlijkheid, dat wil je eigenlijk niet. Goed, ik wil graag spelen. Dus deze oplossing zal komen. En we gaan dat zo goed mogelijk en zo leuk mogelijk invullen. Maar alleen, je krijgt uitgeklede producties. Exact. En dat wil je het publiek niet bieden. Dat wil je Nederland niet bieden. Ik maak veel programma's, maar ook producties voor kinderen. Ik vind het gewoon echt zonde als kinderen straks alleen maar een pianopartij horen. Hoe mooi die ook is. Ja. Als er eigenlijk een fantastische baslijn bij hoort. En een mooie gitaarpartij en een goede drumsolo. Als ze dat missen. Ja, ik heb muziek ontdekt doordat ik van mijn vader naar de Eagles kon luisteren. Ja. Hoe oud ben jij? 25. 25. Nee, het grappige, omdat jij nu over kinderen hebt. Wat ik mooi vind van deze ochtend en wat me ontzettend opvalt. De mensen van 50 plus maken zich zorgen over jouw generatie en over hoe dat verder moet. En jouw generatie maakt zich zorgen over kinderen, hoe dat verder moet. Ja, ja, ik maak me ook wel zorgen om mezelf. Hoor. Ja, nee, oké, okay, dat snap ik. Gelukkig. Nee, ja, nee, maar en dat is goed. Ik vind dat ook. Ik ben blij dat de generatie die misschien wat meer vet op de bot heeft, omdat ze wat langer dit werk doen, zich druk maken over de jonge generatie. Alleen omdat ik van dichtbij, nou ja, om een voorbeeld te geven, ik presenteerde het Junior Songfestival, als we de foto misschien kunnen zien met de jongen in het witte jasje. Moet ik even achter bekijken? Ja, dat is Manners die zometeen erbij komt met een wit jasje. En hij had zelf een liedje geschreven, daar zou je hem hebben. Zelf een liedje geschreven en hij zong dat in de finale van het Junior Songfestival. En nadat hij dat liedje had gezongen, barstte hij in tranen uit. Ja. En met hem, 1000 man in de zaal, werd helemaal stil. 1000 kinderen. Omdat ze allemaal meemaakten hoe bijzonder dat kan zijn. Hoe het
uitleggen van zijn gevoelens, ook al is hij 12, 13. Ja. Hoe belangrijk dat kan zijn op zo'n leeftijd. En dat ik er even naast moest staan was voor mij heel bijzonder. Maar voor die kinderen is dat een ervaring die ze nooit meer zullen vergeten. En ik vind het zo zonde als we dat mensen moeten afnemen. Ja, ja. En goed, dan gaat het niet alleen om zijn eigen ervaring, maar ook van het publiek dat daar blijkbaar ook 1000 man sterk aan het huilen zat te staan. Ja. Je bent sowieso nogal begaan met kinderen, want je zou ook het Kindergrachtenfestival toch presenteren, ja, of heb ik dat mis? Nee, dat klopt. Ja. Het Kinderprinsengrachtconcert inderdaad. Ja. Voorlopig staat dat nog op doorgaan. Oh, echt waar? Ja, want dat is in september, of niet? Ja, eerste week september of laatste week augustus. Ja, ja. Okay. En dat staat nog op doorgaan, weliswaar in een andere vorm. Want met allemaal bootjes in de gracht, dat wordt natuurlijk een beetje... Ja, want dat weten we van al dat deinende gedoe daar. Ja, heerlijk. En mensen die elkaar ook ontroerd vaak in de armen vallen terwijl ze naar muziek luisteren. Dat gaat dus in elk geval anders door als het doorgaat. Ja, dat gaat op een andere manier door. En dat vind ik gewoon enorm jammer. Want ik merk, als ik tussen die kinderen sta die op 12-jarige leeftijd al partijen spelen... Waar je van denkt, hoe kan dat eigenlijk? Je bent nog maar zo hoog, maar je speelt viool alsof je 45 bent... Maar niet alleen die kinderen die zelf zo virtuoos zijn. Dat is super knap en dat is te gek. Maar ik merk vooral die kinderen die aan de grachten staan. Die ernaar kijken. Ja. Die voor het eerst misschien wel klassieke muziek ontdekken. En denken, oh, dat is vet. Dat ga ik thuis op Spotify of op YouTube opzoeken. En voor wie zo'n kind misschien wel een rolmodel zou kunnen zijn. Ook om zelf meer muziek te maken enzovoort. Ja, nou ja, wat ik zo mooi vind aan ons vak, aan cultuur. Is dat het je blik verbreedt. Dat het je kijk op de wereld verandert. Dat je... geïnspireerd raakt. Dat je, nou ja, ik kreeg een programma Zondag met Lubach. Dat vind ik een goed programma. En hij liet mij zien hoe er met dieren omgegaan wordt. En ik eet geen vlees meer. Nou zeg ik niet dat iedereen vegetarisch moet worden. Ja, ik zeg alleen dat het zich... Ja, en dat is trouwens nog cultuur die doorgaat Zondag met Lubach. Nou ja, in dit geval dit programma niet, maar op tv nog door kan gaan in elk geval. Maar ook in een andere vorm. Waar als je aan Lubach zou vragen, hoe wil je het liever met 200 man publiek in de zaal, waar je grappen kan timen, waar het programma beter werkt. Ja. Of met je eindredacteur en een sidekick aan tafel. Want dat was de laatste. Klopt, de laatste. Ja. Laat het, dat publiek, hoe belangrijk is dat? Want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... doe je toch zonder publiek? Wat maakt dat nou uit? Nou ja, ik kan je nu uit eerste hand vertellen... dat het zonder publiek eigenlijk gewoon niet leuk is. Ja. Ik heb vorige week een livestream gedaan voor het Rode Kruis. Een benefietconcert. En we hebben dat 1,5 uur gedaan. En het was, denk ik, voor de kijker thuis... we gaven veel energie. En het was meeswingen. Maar voor de artiest... wij gingen weer dood op het podium. Ja. Want je hebt een nummer gezongen. Je hebt alles gegeven. En het is gewoon stil. Ja. Plus dat het publiek natuurlijk... Als publiek beleef ik in elk geval het heel anders... op een screen of waar dan ook, of live in een zaal. Ja. Ik bedoel, muziek beleven in een zaal is van een totaal andere orde... dan een cd of een plaat, bij wijze van spreken. Exact. Of naar de tv kijken. Dus dat maar het is toch ook leuk om met je vrienden of met vriendinnen uit te kijken... naar het concert wat volgende week vrijdag is. Waar je zin in hebt, waar je al in de rij hebt gestaan om tickets te kopen... En waar je al helemaal naartoe leeft. En daarna nog weer kan vertellen dat het zo tof was... en dat je volgend jaar weer wil naar die artiest. Ja. Dat er niet meer is. Ja, dat is... Dat gezegd hebbend allemaal. Heb je dan enig idee hoe het verder gaat? Waar het naartoe kan, moet? Dat soort dingen. Kortom, een toekomstperspectief? Nou, als ik eerlijk ben, zie ik nu niet heel veel perspectief. Want... Dat klinkt echt voor iemand van 25 behoorlijk vervelend. Nou, er is wel perspectief in de verre toekomst. Maar als je mij vraagt, in het 2020, dat jaar... Wat gaat dat betekenen voor veel grote producenten in het theater en andere culturele instellingen? Het wordt heel zwaar. En dat betekent dat misschien sommigen wel zullen omvallen. Wat betekent voor ons, de consument, dat wij... Oh, nu ben je plots weer consument. Maar dan ben je toch ook? Ik ben naast presentatrice toch ook? Je hebt drie verschillende petten op. Je bent de ondernemer, je bent de artiest en je bent consument. Het spijt me, maar dat ben ik ook alle drie. En dat is eigenlijk iedereen die een serie kijkt op Netflix, die een keer naar het theater gaat. Misschien om het in een helder voorbeeld te stellen. Als je alle series hebt gezien op Netflix, dan is het op. Je moet er ook niet aan denken dat je dat zou moeten doen alleen maar. Ik ben wel ver inmiddels hoor. Maar goed, probeer eens. Dit is klagen en het is terecht en het is pessimistisch. Probeer eens met een positieve blik naar de toekomst te kijken. Nou ja, ik ben nu ook bezig om theatervoorstellingen te ontwikkelen die wel rendabel zijn voor 100 mensen. Wat zou kunnen betekenen dat je misschien 2 of 3 keer op een avond speelt.
Waardoor je toch 300 man in de zaal uiteindelijk kunt hebben. Dus ook 300 kaartjes kunt verkopen. Dus die opties zijn er wel. Alleen, als je mij vraagt, vind ik dat opties voor de korte termijn. Ja. En niet voor de lange termijn. Het is fysiek ook natuurlijk niet haalbaar om dat te blijven doen. Als je 25 bent, kan er nog wel veel. Maar uiteindelijk haal je dat ook niet vol. Voor mensen van mijn leven. Nee. Maar goed, dat is dus waar je nu aan denkt. En de kinderen? Voor de kinderen hoop ik dat er snel versoepelingen komen. Ja. Omdat kinderen dus ook volgens mij gebleken dat zij wat minder vatbaar zijn voor de ziekte. En ik hoop dat de overheid snel inziet dat die kinderen de cultuur nodig hebben. Ja, goed. Hoeveel mensen vertegenwoordig jij direct met je handtekening? 75 tot 80 mensen, denk ik. En dat zijn wie? Die wisten niet alle namen, maar dat zijn de mensen met wie je producties zou doen. Ja, klopt. Ja, de bandleden, de mensen voor de schermen, maar achter de schermen. Redactieleden van de tv-programma's, alle cameramensen. Dus, Je staat genoteerd voor 80 met je handtekening. Dank je wel. Merci, dank je wel. Doe die verder. Zet hem op vandaag. Ja. Dank je.